Zo, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe vlog. Als jullie dit zien, ben ik waarschijnlijk net terug van vakantie. Lekker een weekje met de caravan weg geweest, maar carbontijd. Dus wat is er gebeurd? Alles is geschuurd, opnieuw geschuurd, kolle 80, lekker ruw. En nu is het weer tijd voor zwarte epoxy. Ik heb via mijn maat Dietrich, waar heb ik hem hier al? Die heeft me aangeraden om dit te gebruiken. Epoxy segment van Mr. Boat. Dus dit is hetzelfde als dat zwarte spul wat ik eerder heb geprobeerd. Maar dit is een beter type, zegt hij. Dus we gaan het gewoon proberen. Dus we gaan weer wat epoxy aanmaken. Alles insmeren. 3 uurtjes wachten. En hopelijk is hij dan helemaal zwart. Zo, ik moet zeggen, dat dekt behoorlijk goed. Bij de andere pigmenten zag ik hem al heel snel zakken, maar nu blijft hij keurig zitten. Dankjewel voor de tip, Dietrich. Super, nou, 3 uurtjes wachten en dan is het tijd voor carbon highball. Ik ben heel benieuwd. Dus ik zie jullie tot over 3 uur. Three hours later. Zo, het plakt zonder af te geven. Perfect. Tijd voor carbon. En kijk eens, zo zit de eerste in de carbon. Nu het tweede nog en zorgen dat de weave dus correspondeert met de andere kant. Dus ik ga ze omwisselen, kijken hoe de weave aan deze kant loopt en hoe dat in de achterbak eruit zou zien. Want ik wil niet dat de weaves alle twee dezelfde kant op lopen. Dus niet die. Hier zie je dat ik ze even naast elkaar heb gezet om te kijken hoe ik dus de weave wil hebben. Even een stoel, een gromstoel op zou halen. Nou, hier zie je dat de weave die kant op loopt. Dus wil ik bij die dat de weave die kant op loopt. Want het is niet mooi als je alle twee dezelfde kant op hebt. Dat ziet er ook niet uit achterin. Dus deze weave gaat die kant op. En met weave bedoel ik dus deze lijn. Dus nu die doen. Zo, hè. En dat zijn ze alle twee klaar. Dit. Gaat 24 uur uitharden, dan heeft de epoxy de carbon helemaal vastgezogen en dan kan ik er meerdere lagen epoxy om gaan aanbrengen. Nu 24 uur wachten. Jongens, ik zie jullie morgen. Zo, goedemorgen.
Nou, even kijken. Kijk, dat zit helemaal mooi vast. Vanmiddag weer een laag epoxy, want we moeten natuurlijk eerst aan het werk. Dus ik zie jullie vanmiddag. Zo jongens, zoals jullie ook in het begin hebben gezien, is het een beetje een eerbetoon aan mijn vader. Voor de mensen die mij nieuw volgen en niet weten, mijn vader is 4 jaar geleden overleden aan de ziekte ALS, waar hij 5 jaar tegen gestreden heeft. Als een echte vechter, van een gezonde man naar iemand die helemaal niks meer kon, van gezond naar het einde. Het was behoorlijk zwaar en vandaag is de dag dan dat hij is overleden, dus het is best lastig. Maar goed. We gaan ook leuke dingen doen, dus we gaan nu de caravan ophalen. Mijn oom is er nog mee bezig. We gaan het bed en alles weer terugzetten. En dan is hij klaar mee te nemen voor de meivakantie. Dus hop, naar de caravan. Nou kijk, mijn oom is dadelijk bezig. Want de stekker die moest gerepareerd worden. En dan kan Sander in de caravan met me mee. Ja, de kinderen spelen in de caravan. Zo leuk. Jongens, rustig. Zo, de caravan zit erachter. Oom Johan heeft weer goed werk gedaan, dus bijna klaar voor vakantie en hij checkt het nog even na. Top. U lekker naar huis. Deed alles uit? Doe het, deden ze het? Nee, dat je richting straks. Ja, die gebruik ik. Even nog een keer checken, doen ze het? Dan doet hij het. Dank je, Oom Johan. Hoi. Nou, op naar huis. Boom. Hij staat weer. Morgen ga ik eventjes lekker de caravan schoonmaken. Alle troepen eruit hadden wat Oom Johan gemaakt heeft om bij alle bedrading te komen. Maar alle bedrading doet het weer. En ook heel blij met die buitenstekker. Oom Johan, dankjewel. Nu barbecue aansteken. Hopla. Barbecue aan. Zo meteen lekker barbecuen. En terwijl de barbecue heet wordt, ga ik hier even lekker een nieuwe laag epoxy opgooien. Dus timelapse. Een lekkere picanha. Medium op het bord. Top. Eens smakelijk. 3 uur verder. Nou, even kijken. Je ziet op een aantal plekken dat hij al mooi en dik is, maar nog lang niet genoeg om te schuren. Maar plakt weer zonder afgeven. Normaal zou ik nu mijn vinger hier vastplakken. Of wel checken. Ook niet. Andere even checken. Helemaal goed. Dus nog een laag aanbrengen. Ik weet niet of jullie verschil zien, maar. Hoppa. Nou, dat verschil zie je wel. Weer een lekker laag. Ik heb ze nu eventjes op hun achterkant gezet, zodat de ronde spiekerrand. Zaten nog op plekken waar geen epoxy zat, dus nu heb ik hem expres zo gelegd zodat de epoxy even blijft liggen. Nou, dit mag 24 uur gaan uithouden, dan kan ik al deze externe delen, dit en daar allemaal netjes eraf halen. Heel licht opschuren en dan nog een laag epoxy. Lekker zo. Ziet er keurig uit. Jongens. Tijd voor bed. Je ziet dat je met carbon echt moet timen. Dus onder 3 uur. Dus als je dit gaat doen, plan je tijd in. Plan echt je tijd in. Het is nu 11:30 s'nachts. Dus dit mag lekker van uitdrogen. En morgen einde van de middag alles netjes maken, uitschuren. En dan nog 1 laag epoxy. En dan misschien is dat het voor de vlog of niet. Het ligt even aan hoe lang ik op de camping sta. Maar nu is het slaaptijd. Jongens, tot morgen. En het is weer ochtend. Nou, eens even kijken. Kijk, dat begint er goed uit te zien. Mooi uitgehard. Nog niet schuurbaar uitgehard, daarvoor moet het nog wat langer drogen. Maar vanmiddag ga ik eerst al deze delen doen. Dit eruit snijden.
Zodat het strak netjes is, heel lichtelijk opschuren met, ik denk, korrel 180. Puur zodat het weer een beetje vlees heeft. En dan nog een laag epoxy. Je hoort mijn dochter hoesten. ik ga eerst aan het werk. Zo jongens, nu is dit allemaal uitgehard en nu ga ik hem dus trimmen. Dus dit eruit snijden, zijkantjes netjes maken, dus... Hopla, en ik heb hem gelijk weer met korrel 80 opgeschuurd voor de nieuwe epoxylaag. Herinner je hierbij dat je rustig moet schuren. Als je flink gaat lopen bedrukken, je voelt de carbon nog steeds. Kijk hier, bijvoorbeeld hier. Daar is de carbon heel dun. Dus moet je echt uitkijken dat je niet door carbon schuurt. Dus schuur met de hand. Nu, de andere daar nog even doen. En dan zijn ze weer klaar voor epoxy. En de tweede ook helemaal klaar. Op maat gesneden en geschuurd. Zoals daarachter. Hier heb ik de Delsol-schermen van Bauke. Waarvan de insert voor carbon wordt. Dus die ga ik zo meteen met zwarte epoxy doen. Maar nu eerst deze in de epoxy dus. Zo, Bauke's schermen zijn zwart. Daar zit weer een mooie nieuwe laag epoxy op. Jongens... Ik zie jullie over 3 uur. 3 hours later. En zo is het 11:30 in de nacht. Wat ik al zei, timen, timen en nog eens timen. Nou, ik heb voor de schermen van Bauke heb ik de carbon al ingelegd. Die plakt, niks meer aan doen. De epoxy moet er lekker vastzuigen. Morgen nog een laagje epoxy eroverheen. En dan kan ik alles wat uitsteekt, kan ik dan wegschuren en netjes maken. En dan een paar lagen epoxy aanleggen, zodat dit netjes is voor als de kleur erop gaat, dat je toch een carbon detail hebt. Maar nu is het tijd voor nog een laag epoxy. En dan ga ik weer lekker mijn bedje in. Dus. En hopla. Dat is laag nummer 4. En mijn epoxy is nu op, dus dit ga ik helemaal uit laten drogen. Ik weet niet of ik nog in deze vlog ga toekomen, maar morgen eerst lekker alles klaarmaken voor vakantie. Dus nu ga ik dit lekker met rust laten. Morgenochtend kan ik hier nog wel wat overgebleven epoxy, een heel klein beetje wat ik nog heb, hier aan mee insmeren. Dat is morgenochtend. Ziet er goed uit. Top. Bedtijd. En dan zijn we weer vroeg in de ochtend. Deze doet lekker zijn ding. Nu kan ik nog even snel hier een epoxy oplaagje leggen, want deze is mooi uitgehard. Dus nu hier nog even epoxy op en dan nog even heel snel aan het werk en dan is het vakantietijd. Ik zie jullie zo. Kijk aan. Ook weer een net epoxylaagje. Je ziet al gelijk dat de carbon een stuk strakker is. Nu mag dit lekker 24 uur gaan uitharden. Maar voor mij is dat de vakantie uitharden, dus dit komt naar de vakantie. Dat zie je straks nu straks eerst even de Subaru ophalen. Maar eerst even nog snel aan het werk. Even een uurtje opruimen op mijn werk. Het werd gisteren laat en opruimen moet ook nog even gebeuren. Ik zie je zo meteen als ik de Subaru ophaal. Zo, Subaru weer opgehaald. Trekhaak eronder. Caravan er zo meteen achter. En dan gaan we lekker naar de camping toe. Hopelijk blijft het een beetje droog, maar vandaag was de smerigste dag zoals ze dat zeiden. Dus hopen dat we een beetje zon houden. Ik zie jullie op de camping. Zo, caravan erachter. Ziet er toch elke keer wel weer vet uit hoor. En nu is het vakantie-campingtijd. En nu zie ik jullie zo meteen echt op de camping. Zo jongens, daar staan we camping oergezellig. Leuk in het hoekje en de eerste vuurkorf staat hier al aan, zo te zien. Dus het wordt een gezellig reken hier. Ik weet niet of er nog van de rest van de vlog nog iets aan gaat komen. Zien we vanzelf. Ik ga de boel nog even klaarmaken, auto wegzetten en dan lekker eventjes pauze. Kijken. Nederlands. Nee, dat doen we niet.
Tien weer. Wat? Ik heb een banaan gegeten deze vakantie. Klats. Ja, dat is wel gemeen. Yeah. Maar we zijn weer thuis. Zo, dat was een lekker welverdiend kleine vakantie. Die ga ik morgen schoonmaken, die uitruimen en dan kijk ik even of ik nog met mijn carbonwerk verder ga. Dat zien jullie vanzelf. Zo, alles is thuis opgeruimd, caravanspulletjes weer opgeruimd en ik wou toch even mijn carbon in het zonnetje zien. Oh, nice. Dat ziet er al goed uit. Nou, hierboven moet ik nog wel even echt carbon aanbrengen, want hier voel ik de carbon nog. Dat is absoluut niet de bedoeling. Dus ik moet er waarschijnlijk, want hier zit genoeg, dus dan moet ik hem waarschijnlijk gewoon even op dwars leggen. En dan daar met epoxy aan de slag. Maar goed, dat ze met de volgende vlog zal komen, want mijn epoxy is op. Maar wauw, dat ziet er alweer goed uit. Erg tevreden. Ik wil eerst een keer zo'n audiobak met carbon doen. Nice. Tevreden. Het is weer tijd om deze vlog af te sluiten, want mijn epoxy is op en die is niet voor morgen binnen. Maar ik geef jullie alvast wel even een look van het Alcantara wat ik heb gekocht. Zoals jullie hebben gezien heb ik een polletje neergezet wat voor kleur Alcantara zou ik nemen. En de grote keuze viel op anthraciet en wijnrood. Dochter komt eraan, help. Dochter weg. Nou, ik ben dus van wijnrood en Alcantara in Alcantara gegaan en in anthraciet, maar geen normaal, want dit is wrap. Hier zie je de eerste kleur, plakbandje. Mooi. Nog een, je ziet het, het lijkt echt Alcantara. Dit is de wijnrood. En dan heb ik hier de grijs, anthraciet. En dat wordt de combinatie met het carbon fiber. Je ziet, schuren om dit allemaal strak te krijgen. Nog een dik twee lagen epoxy. Dus dat komt in de volgende vlog. Maar ik ben sowieso een rood fan. Ah, dit ziet er fantastisch uit. Ik ben heel benieuwd hoe wrap gaat werken. Hier ga ik dus ook mijn deurpanelen mee doen. Ik heb nog een set deurpanelen voor en achter liggen. Ik ga mijn ABC-stijlen allemaal doen. Uiteindelijk wordt mijn dak opnieuw gedaan, mijn plafond. En zo kan ik allemaal delen in Alcantara gaan wrappen om toch ook het interieur wat netter te laten ogen. Veel comments op TikTok waren van buitenkant helemaal aangepast, interieur stok. Ja, dat klopt, omdat ik een tijdje heb getwijfeld van ga ik wat aan het interieur doen. Maar ik vind het wat goedkoop ogen, dus ik ga het nu, ook omdat ik met de carbon audio bezig ben, ga ik... Dus beginnen met het interieur aan te passen. Dus hier nog een keer look. Wat gaaf met de carbon fiber. Ik dank jullie weer voor het kijken. Jongens, vergeet echt niet het like in te drukken en te abonneren. Dat helpt voor mijn algoritmes. En ik probeer er dus ook sponsors mee te trekken. Hoe beter mijn algoritme loopt, hoe meer mensen erin geïnteresseerd raken. Dus like hem, abonneer vooral en deel de video's ook. Dan helpen jullie mij enorm mee. Dank jullie wel voor alle support. Jongens, ik ga weer verder met de volgende vlog. Laters.